Oval is eigenlijk een online community om mensen met een amputatie met elkaar in contact te kunnen brengen. Als je er nog niet op zit, dan kun je gewoon even de QR-code scannen of gewoon naar www.moval.community surfen. Ik ben super blij dat ik hier mag zijn vandaag. Ik ken sowieso niet veel mensen in mijn omgeving die ook een beperking hebben of die een been kwijt zijn of in een rolstoel zitten. Dus eigenlijk, dan mis ik wel soms zo mensen waarmee ik kan babbelen over wat we tegengekomen zijn, over onze ervaring. En hier kun je dat perfect doen. Hier kan je open vragen stellen en iedereen gaat antwoorden. Toen dat mijn amputatie net gebeurd was, dacht ik dat ik nooit meer iets ging kunnen doen, dat ik altijd afhankelijk ging zijn van andere mensen. Je hebt het gevoel van ik ben helemaal alleen, dat gebeurt alleen bij mij, zoiets. Hè? Want ja, je ligt in een ziekenhuis, ze vertellen nu wel, je bent een been kwijt, je moet gaan revalideren. Maar in feite weet je, je moet alles zelf maar ondervinden dus. Die stilte dat veel mensen denken, die is niet leeg. En dat vergeten we veel in een wereld waar dat alles techniek is, wat dat zijn pluspunten heeft natuurlijk, wetenschap is, alles moet geweten worden, alles moet duidelijk zijn, alles direct moet beantwoord worden. En dan zitten we allemaal op onze honger natuurlijk, omdat we zelf van binnen voelen, ja, maar het is niet alles, het is geen antwoord op alles dat ze ons geven. Ah, maar hoe doe je dat? Dat is raar. Mooi, ja. Dat is hey, wat doet dat als je de dochter ziet voetballen? Supergoed. Goed allee, ja. Mooi om te zien dat ze dat durft. En de papa? Ja, ja chic, hè. Dus, allee, ja. Ze is niet alleen, hè. Je ziet het. Dus, het zijn verschillende mensen hè, die toch doen. Ik zie wat Dat was al heel goed, hè? Amai. Als ik zie wat de andere mensen hier allemaal kunnen, dan denk ik, ja, we moedigen elkaar aan en dat lukt wel.